Nou, we hebben eigenlijk tuigpaarden. Oh ja. Tuigpaarden, dat is onze hobby. Ik kan daar alle dagen van genieten. Ja. Van de tuigpaarden. Ja, machtig mooi spul, hè? Ja. Maar wel veel werk. En veel werk. Eigenlijk elke dag trainen. Om de dag voor de kar. En want als je dat niet doet, ja, dan wordt het ook niks. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik wil eens wat zien. Nou. Oef. Kom je er overheen met de trekker? Ja. Ja. Oh, ik zag al wat staan, ja. Een kar staan, zag ik al dus. Ja, een kar. Hé, hey. Sandrini. De jongen. Dit paard hebben we zelf gefokt. Sandrini heeft heel veel prijzen gewonnen. Heeft het goed gedaan. Goed gedaan. En doet het nog een keer goed. Ah, lekker zacht bij je. Nee, ja, wel. Maar het is eigenlijk ons liefste paard van Het is een heel zacht dier, of niet? Ja. 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 Maar die heeft dus al veel prijzen gevonden. Ja. En je fokt ze zelf? Deze hebben we zelf gefokt. Ja. En we fokken eigenlijk alle paarden zelf. Oké. Okay. Ja. Maar daar heb je dus... Hallo. Daar heb je dus wel een dagtaak aan hier. Want je hebt er nogal wat, of niet? We hebben er op het moment 5. Vijf. Maar dit is Attilos. Dit is eigenlijk het grootste boefje van de klas. Oh ja? Ja. Pittig ding? Ja. Kijk, je ziet het zo aan zijn ogen. Ja, ja, ja. Hij ziet alles, hij weet ook alles. Je ziet helemaal aan zijn gedrag, zijn houding, ja, hè? Ja. Maar ik kan eigenlijk super met hem opschieten. Maar je ziet, hij weet alles. Ik hoef niet iets verkeerds te doen, of hij weet het al. En nou ziet hij ziet gewoon de... Ja, hij weet precies dat het vreemd is, hè? Ja, ja. Het is er eentje met een handleiding. Ja, zijn net mensen. Ja, ja. Maar hij wordt niet gewoon bang of zo. Nee. Hij wordt niet gewoon bang, maar hij is er. Ja. Hij is aanwezig. Ja, mooi. En dus op concours was hetzelfde. We waren enorm op concours. Nou, dat was altijd de derde prijs. Nou, dan ben ik al blij. Hobby van je man. De hobby van mijn man? Ja. Die neemt veel tijd, hè? Maar doe je er zelf ook veel bij? Ik ben van de proviant, hè? Oh, dat is alweer goed, de catering. Ja, als ze naar de concours gaan, dan zorg ik dat als er dus allemaal broodjes en koffie en drinken mee kan. Een naaldje en droogje wordt dus gezorgd. Ja.